En ja, dingen die gebeuren. In Hengelo is er heel wat gaande. En tegenover mij zitten de heren Frans en Rudy. Ja, een hele goede avond. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, Frans, laten we bij jou beginnen inderdaad. Want jij bent van de vereniging in Hengelo. Wie het allemaal heeft aangesticht, mag ik wel zeggen. Frans, wat zijn jullie van plan in Hengelo? Of waar zijn jullie mee bezig, om maar zo te zeggen? Nou, ik ga even terug. Het is namelijk zo, begin vorig jaar werden wij gebeld door iemand en die vroeg of er een mooie gezongen versie was van het Hengeloos volkslied. Want dat wilden ze gebruiken bij een uitvaart. En dat hadden we niet. En dan gaat dat op een gegeven moment een beetje knagen. Toen heb ik een aantal mensen om me heen verzameld. Daar hebben we zitten brainstormen en denken. En uiteindelijk hebben we een project opgestart waarbij het Hengeloze volkslied de rode draad is. En daar hebben we een verhaal omheen gebouwd. En ja, dat is gewoon heel verrassend. Ik bedoel, als je kijkt, in het begin hadden we een idee van een film. Maar ik denk dat we nu al behoorlijk op weg zijn om een film van misschien wel 5 kwartier te maken. Dus daar zit nogal wat veranderingen aan. Ja, dus het oorspronkelijke idee was het volkslied opnieuw schrijven. En uiteindelijk is het nou een andere kant op gegaan. Maar in ieder geval, eind van deze maand is ook een moment wanneer het volkslied gemaakt wordt. Hè? Juist. We hebben in de loop van de tijd opnamen gemaakt bij scholen, bij muziekverenigingen, bij koren. En dat moet allemaal leiden naar 30 september, waarbij al diegenen die meegewerkt hebben uitgenodigd zijn op de Blijken in Hengelo, om samen onder leiding van de muziekverenigingen het Hengeloze volkslied te zingen. En die happening die wordt geopend door de burgemeester. En we hebben geprobeerd om daar iets moois van te maken. Het enige wat we niet in de hand hebben, dat is het weer. Maar goed, we gokken erop dat het mooi weer blijft. Ja, als het net zo mooi weer is als nu, dan komt het vast en zeker goed. Het vindt dan allemaal buiten plaats, neem ik aan, de opnames? Ja, dit is niet een project, tenminste die happening om te blijken. Dat kun je niet ergens in de zaal doen, buiten het feit dat we in Hengelo geen zaal hebben meer die zoveel mensen kan herbergen. Dus het gebeurt allemaal buiten en we hebben geen plan B. Als het 's morgens regent, ja, helaas, dan gebruiken we Radio Ideaal om het af te melden. Dat mag zeker, inderdaad. Maar goed, we gaan ervan uit dat als het mooi weer wordt, inderdaad, dan wordt het in principe het volkslied dus opgenomen. En dan, hoe gaat het dan verder? Nee, het volkslied, dat is al opgenomen. Iedereen die heeft al zijn bijdrage geleverd. Ja. Maar wat ik niet onvermeld wil laten, dat is, toen we met dat plan bezig waren en het groter werd als dat we in eerste instantie dachten, toen hebben we wel een tip gekregen om daar een projectplan voor te maken en subsidie aan te vragen bij de provincie Gelderland. En die provincie die heeft dus de subsidie verleend. Nou, toen hadden wij groen licht om dit op te starten. En daar zijn we wel heel blij mee. Later heeft de gemeente Bronckhorst ook nog een duit in het zakje gedaan. Dus, maar goed, dat is iets dat het allemaal mogelijk gemaakt heeft om dit te maken. Ja, ja. Als we dan even naar de filmmaker Rudy gaan, want Rudy is ook vanavond hier in de studio. Wil het allemaal lukken met het project? Het gaat boven verwachting allemaal. Frans, ik ga terug even in de tijd. Nou, dan ga ik even terug in de tijd toen ik begon met Miami Vice en Engelse Marge in die toestanden. De mensen zeiden, nou, dat kun je tegenwoordig niet meer maken. Zoals mensen toen waren, dat is nu niet meer. Het is 30 jaar later. Nou, de medewerking is gewoon enorm. Op straat spreken ze gewoon aan van, we zitten helemaal niet in de film. We willen er eigenlijk ook wel meedoen. Of, hebben jullie de Remigius kerk wel op staan? Die staat ook in het Volkslied. En ja, die staat er wel in. Die komt er echt wel in. En dat wordt eigenlijk steeds groter. Dat begon eigenlijk met een klein idee. En ja, dan moet je het mij natuurlijk niet vragen. Dan komt van allerlei humor erbij en zo. En ik denk, ja, alleen een Hengeloos volkslied, daar trek je geen volle zalen mee. Want dat is de bedoeling. Dan moet natuurlijk wel een beetje humor en een beetje mooi verhaal in zitten. Dus dat heeft me wel af en toe slapeloze nachten gekost. Maar ja, daarna heb je weer heel veel ideeën. Dus en dan kunnen we verder.
En de medewerking, zoals ik al zei, is enorm, echt gigantisch. Ik heb ook al niet alleen dan de harmonie en de koren. Ik denk, daar moet ook nog wat jongbloed in. Dus hebben zelfs ook een metalband erbij in, de Donders. En de Dudes of Hengelo ook wel bekend. Nou, en zo hebben we er meer in, ook dat toch een beetje het hele doorsnee van de bevolking erin komt. Ja. En wat TikTokers heb ik er nog wel in gedaan. Ik denk, dat is tegenwoordig ook een tijdsbeeld. Want als dit vertoond wordt in januari, is de première, dan wordt het vertoond zo lang mogelijk als de mensen er naartoe gaan. En dan wordt het op de plank liggen. En dan komt het na 5 of 10 jaar weer, wordt het weer vertoond. En dan is het natuurlijk wel een mooi tijdsbeeld. Zoals het toen was in Hengelo in 2023. Ja, ja, en als we dan eventjes gaan naar wat je zei, hè, 30 jaar geleden ongeveer, Miami Vice op het Hengelose Zand. En die andere was er toch ook, die van Leo Lont? Leo Lont, de neef van James Bond en Miami Vice in de Hengelose Mais. Dat was, nou, het was wel belangrijk dat de mais was, want daar werd de kook van versneden. Dus, ja, maar inderdaad, als we kijken naar die tijd terug, hè, ik denk dat nu met filmopnames maken wat je nu doet, dat die techniek en al die dingen veel makkelijker is geworden. Ja, ik zie nu echt lachend achter de computer en met de camera's op pad. Ja, inmiddels heb je een drone bij. Nou, dat bestond toch helemaal nog niet. We wisten niet eens dat dat kon. En toen had je filmpjes van 3,5 minuut. Ja, als je dan een opname nam van 2 minuten, zeg maar, met spraak met elkaar en één vergiste zich. Dan had je nog 1 minuut over, dan kon je dat die 2 minuten niet meer overdoen. Moest je weer een nieuw filmpje. En dat kost heel veel geld, dus ja. Maar nu heb je daar geen helaas van met de video. Je kunt terugkijken en je kunt in nabewerking kun je ontzettend mooie dingetjes maken. Zo. Met een green screen kun je echt toveren, zeg maar. En dat gebeurt natuurlijk ook in de film. Dat geloof ik helemaal. Ik zag laatste keer op social media, op Facebook, volgens mij bij jullie tijdens het project. Er wordt daar een auto op kant gereden, daar op de vastvoering, die vliegt in brand. Het kan allemaal gewoon in Hengelo, hè? Ja, nou, het begon eigenlijk heel mooi. We hadden een opname in een klein museumtje. Daar zou een document. We zijn op zoek naar het originele document in Hengelo, in een speelfilm althans. Uh-huh. En daar zouden we dan een rookkanon gaan werken. Maar ja, de mensen zagen daar niet zitten. En toen hadden we het dan afgelast met hun. En inmiddels waren we bij de brandweer, was dat toevallig. En ze zeiden, ja, het is in de brandweer, daar gaat het maar niet door, helaas. Dan kwamen ja, nee, maar nee, ze wilden wel meedoen. Dus kwamen ze zelf met dit idee. Ik denk, oh, als dat de mogelijkheid is, dan vind ik dat wel mooi. Dat gaan we dan wel doen. Dus een script herschreven en dat is echt geweldig geworden. De uiterlijk van de brandweer, alles erbij. Dan kunt u wel mooie spanning in de film creëren. Ja, ja, want dat gaat dus allemaal inderdaad in première. Eerst gaat het hele volkslied gebeuren. En het zal allemaal plaatsvinden op 30 september. Frans, hoe ben je dan zo bijvoorbeeld bij Rudy gekomen? Dacht je van, nou ja, Rudy heeft al 2 mooie spillenfilms gemaakt. We gaan Rudy gewoon weer benaderen. Nou, we kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren. En we hebben samen in de werkgroep Vitale Kernen gezeten in Hengelo. Dus we hebben al een jaar of 4 vrij intensief met elkaar opgetrokken. En daarnaast, ja, ik ben op de hoogte van zijn kwaliteiten. En en toen ik hem daarvoor vroeg, want ik ben begonnen dan met Rudy Kreunen. Daarnaast hadden wij mensen van de muziekvereniging Concordia erbij. Crescendo, en later zat er ook iemand bij van het gemeente koor. Nou, dan had je al die groepen die in feite de muziek moesten leveren, die had je bij elkaar. Nou, en Rudy was meteen enthousiast. En met name in het begin, vergis je daar niet in, we hadden eigenlijk een idee van, ja, we gaan met z'n allen op de blijken het Hengeloze volkslied zingen. Maar uiteindelijk, en dat is Rudy zijn verdienste, is er helemaal een film omheen ontstaan, waarbij het bestuur op zoek gaat naar het originele, het zogenaamde originele document. Nou, ik kan je wel verklappen, hij wordt ergens gevonden. Nou, waar, dat blijft nog steeds een verrassing. Nou, ik ben heel benieuwd. Dan moeten we dus nog eventjes een halfjaartje wachten, ongeveer tot eind januari. En dan gaat hij dus in première. Dat klopt. We hebben komend weekend zijn de Open Monumentendagen. En op de zaterdag is er in de Remigius, 'smiddags in de Remigiuskerk, is er om 3 uur een presentatie over het Hengeloze volkslied. Er is een kleine trailer van de film. Daar is een presentatie van allerlei foto's die al gemaakt zijn. En daar krijgen mensen denk ik een heel goed beeld van met welk project we bezig zijn.
Ja, ja, want Rudy en Frans, als mensen nou nog meer willen doen, kan dat nog? Of zijn jullie al zover dat het alleen nog maar monteren is? Nou, we zijn wel in een afrondende fase. We hebben nogal wat op het script staan. Er zijn vooral binnenopnames, want we wilden natuur, of de opnames buiten wel dezelfde natuur aanhouden, groene bomen. En niet dat er een winteropname tussen een zomeropname gaan plaatsen. Dat kan natuurlijk niet. Dus daar zijn we redelijk flexibel mee, maar de grote lijn. Je zit met een verhaal. Op een gegeven moment is het verhaal een keer rond. En dan kun je elke keer maar wat tussen prutsen, zeg maar. Het moet wel lopen, het moet wel mooi zijn. Anders dan begin ik toch gewoon niet aan, hoor. Dat moet wel passen, anders dan wordt het zo geforceerd, zeg maar. Ja, dat is inderdaad, ja. Dat is inderdaad waar. Als mensen er bijvoorbeeld meer informatie over willen weten, of bijvoorbeeld over 30 september, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen alles te weten komen als je contact opneemt met de historische vereniging, de Oldekasten. Daarnaast komt er binnenkort in het contact, daar komt een flyer in met de uitnodiging om op 30 september op de Blijken te komen. De tekst van het volkslied staat er ook bij, dus mensen kunnen dat vast oefenen thuis. En met name voor de niet-Hengelovers is dat denk ik wel handig. En verder is het, ja, we timmeren op dit moment behoorlijk aan de weg. Er worden interviews afgenomen door Luc Stam. Die komen in de contact. Is al een keer gebeurd, gebeurt nog een keer binnenkort. We zitten hier bij Radio Ideaal, dus wat dat betreft komt het wel rond. Dat geloof ik ook zeker, inderdaad. Zijn we voor nu nog wat vergeten te vragen hier, of hebben jullie nog misschien een aanvulling? Nee, ik heb... Ik heb datgene wat ik wilde zeggen, dat heb ik gezegd. Nou, dus iedereen moet... Misschien dat jullie nog een... Nee, ik denk dat we alles wel gezegd hebben. Ja. Ja. Nou, iedereen moet nou inderdaad gewoon gaan oefenen, denk ik. Hè? En op 30 september aanwezig zijn. Ja. Heb ik graag na die tijd nog een keer weer contact over de premièreavond. Maar dat gaan we de luisteraar later een keer... Maar het spookt wel in Hengelo, dat wel. Dat geloof ik zeker. Ja. Dus iedereen moet op zijn hoede zijn? Zonder meer. Zonder meer, ja. Heren, bedankt voor nu en nog een prettige avond. Dankjewel. Hey.